Wij ontwikkelen op dit moment een nieuwbouwsporthal hier in Haarlem. Met verschillende partijen hebben we een tenderfase doorstaan en uiteindelijk zijn we nu in de uitvoeringsfase beland. En hij wordt over een aantal maanden opgeleverd. Het is een circulair en toekomstbestendig gebouw. Zo liggen bijvoorbeeld op het dak PV-panelen, we hebben een groen dak en het gebouw is volledig gasloos. Er zijn verschillende gebruikers in het gebouw. Zo hebben we de sporthal vastgebouwd aan een bestaand schoolgebouw en die gaan hier gebruik maken van de verschillende sportdelen. We hebben een grote sportzaal waar 3 klassen tegelijkertijd les kunnen hebben en nog een multizaal daaraan vast waar ook les gegeven kan worden. En er kan hier op hoog niveau in het weekend gevolleybald worden en in de avonduren wordt hier getraind. De grote zaal kan middels neerlaadbare scheidingswanden worden opgedeeld in 3 verschillende zaaldelen. Zo kunnen de klassen tegelijkertijd lessen krijgen zonder last te hebben van elkaar. Beneden in het gebouw zit een fietsenkelder voor 1200 fietsplekken. Zo kan ook de school en de volleybalvereniging hier gebruik van maken. Het gebouw is ontworpen volgens de nieuwe Haagse school. Dus er is een traditionele uitstraling bedacht die goed past bij de omgeving. We hebben ook bijvoorbeeld aan de achterkant een groen gevel met groen daken toegepast, waardoor het ook goed bij de omgeving past.